Ik ben Eyong Eno. Eyong Tarka Eno. Sommige mensen kennen mij beter als de Drie Sterren reporter. Hoe voel jij? Goed. In Eno Reunited kijk ik met oud-ploeggenoten terug op een tijd in Amsterdam. Dit keer met mijn partner in crime op het middenveld, Demi de Zeeuw. My man. Van onze tijd bij Ajax, ik heb een aantal beelden gezocht. En we gaan samen kijken. Okay. Ben je klaar? Ja, ja. Tackles voor jou? Geen tackles, man. Geen tackles. Misschien één. Misschien één. Kom op, we gaan zitten. En welkom op... De bank. De bank. En ik heb Demi de Zeeuw. Kom je. Demi. Nederland, hè? Ja, Nederlands. Oké. Okay. Ik gaf de microfoon van Demi. En Demi gaat vragen. Ik ga wat even aan Aras vragen. Aras, hé! Deze dag was denk ik, zeg maar vanaf de wedstrijd tot alles, was denk ik de mooiste dag in mijn voetbalcarrière. Gewoon de hele sfeer dat we wonnen, het stadion vol. Eigenlijk alle spanning van de week ervoor, bekerfinale verliezen, ja, tot kampioen was denk ik... Ja, dat kan je nooit meer... Ik denk niet dat ooit nog wordt meegemaakt bij Ajax, zo'n wedstrijd. Ja, we hebben een wedstrijd tegen elkaar gespeeld, dit wedstrijd. Was je zenuwachtig, hè, tegen AZ? Weer verliezen. Overtreding op de Zeeuw. Ja, hij deed tackelen. Ja. Gemist, hè? Kijk, gelukkig. Elham Dawi dan? Penalty. Ja, terecht. Ja, man. Luiger legt hem op de stip. Ik zeg, ik heb niet gedaan. Hij was geel kaart. Hoe was het voor jou als je speelt tegen Ajax? Nou, ik was vanaf kleins al heel erg fan van Ajax, dus ik wou altijd... Ja, mijn doel was gewoon om bij Ajax te spelen. Dus als je dat tegen Ajax moet, dan wil je op je best spelen, zodat uiteindelijk je ook daar komt te voetballen. En eigenlijk tegen Ajax speelde ik vaak mijn beste wedstrijden. Nee. Vooral met AZ speelde ik tegen Ajax altijd heel erg goed. En de Zeeuw is onverstoorbaar gebleven en scoort en brengt AZ op voorsprong. Je doet de fout en je scoort de doelpunt. Ja, bedankt. Alsjeblieft, man. Ja, het is een beetje ellende wat er naar beneden komt. Maar het was echt koud die dag. Ja, yeah. AZ was altijd koud. Ja, ik kom net... Misschien moet jij dan niet daar spelen, is koud, ja, voor jou. Ja. Het is de kop van Noord-Holland, dus het waait ook behoorlijk. Kijk, ja. Kijk zo, hey, dit was niet leuk voor mij. Ik kom niet zo lang van Afrika en ik moet in soort weer spelen. Jij moet alleen thuis, arena, dak dicht. Ook nog oranje bal. Ja, man. Nog een keer de Zeeuw. Kijk, Pana. Kijk, Pana. Ook nog. Oh, no. De bal was ook oranje. Ik zie niet de bal goed. Kijk. Oh, man. Kijk, je lacht. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar je lacht niet alleen de penalty, ook de Pana dat je mij gegeven. Ja. Yeah. En ik wacht op maar jou. Maar toen was het nog niet 4-3. Er was al wel 4-3 gepost. Pana. Wij wisten één nog altijd tackelen. Wij keken alle beelden. En wat bij jou altijd was, jij bleef altijd gewoon voor de verdediging. Jij ging niet naar rechts, naar links. Ah. En daarom wist één nog blijft daarvoor. En je moet hem proberen weg te lokken. Ah, daarom je doet altijd de weglopen de van slim jou. Weglopen. Ja, dat moesten we doen, want jij blijft toch staan. Oké. Okay. En dat was een beetje onze tactiek. En hij had zijn benen wijd voor Pannas. Dan later, ik kom bij Ajax. Vroeger als je tegen Ajax speelde, zie je alle jongens met mooie trainingspakken uit de bus komen. Dan denk je, oh shit, daar wil ik ook echt. En ja, als je dan uiteindelijk echt bij Ajax speelt, is het wel... Ja, het is wel zoals je hoopt dat het is, zo is het wel. Groots. In dit stadion ontvangt Groningen bij het begin van het seizoen Ajax. En dus is er nieuwsgierigheid naar Ajax, natuurlijk. Want wie speelt er nou eigenlijk? Het gaat over je debuut tegen Groningen. 2-0 gewonnen, toch? Was je zenuwachtig? Nee, niet echt eigenlijk. Ik was niet heel zenuwachtig, maar het was wel wennen. Iedereen speelde veel meer voor zichzelf. Je hebt meer aan je lot overgelaten. Bij AZ waren we echt... Team. Als die naar buiten ging, dan ging die naar binnen. Iedereen wist van elkaar, wat doen we? En hier was eigenlijk, jongens, we gaan spelen en zie maar. Zorg maar dat je de wedstrijd wint. Ik wist, zeg maar, bij AZ, als ik naar voren ging, dan wist gewoon iemand Stijn, die bleef altijd staan. En bij hier wist ik niet, als ik ga, gaat 1-0 misschien ook wel weg. En ja, daar wen je pas... na een tijdje aan eigenlijk.
Dit is de Zeeuw met een overtreding vanaf de achterkant. En de gele kaart als Ajax ziet. Ja, je doet ook tackle, kijk. Ja, ik heb een paar dagen met jou getraind. Ik moet tackelen. Kijk, wat doe je helemaal in die hoek? Ja, ik weet niet. Een beetje beweging. Kijk. Van de Laak dan maar. Vanaf daar komt Demi. De Zeeuw. Assist. Suarez. Luciano. Romendaal moet zelf. En het is raak, toch? Maar dat begint van mijn... Van jouw scharen. Van mijn scharen. ja, na de wedstrijd, Gregory van der Wiel en Ubi's zei, Eno, je moet niet dit doen. Je moet niet Suarez zei, alleen simpel spelen, passing. Moet niet schaar doen. Tackelen en afspelen. Je doet schaar op dezelfde plek. Het gaat over ADO. Je hebt je S-doelpunt. Score. Ja. Wat was je gevoel? Maar voor je doelpunt... Maar, laten we eerst over de tackle hebben. Ja. Was de bal? Ja. Nee, was niet de bal. Levensgevaarlijk om zo in te komen. Kijk, dat is een mooie tackle. Ja. Maar na de tackle kom je doelpunt op. Vertongen. De Rijk nog even buiten het speelveld. 1-0. Kijk waar je staat. Kijk waar je staat. Kijk waar je staat. De Zeeuw, 18 meter en een prachtige trap van Demi de Zeeuw. Bij AZ had ik dat minder, bij Ajax was ik wel meer van oké, ik moet echt iedere keer voor de goal zijn. Ik weet waarom. Goals maken. Je hebt 1-0 ook gedaan. Ja, ik heb, als je weet dat iemand altijd verdedigt, is makkelijker. Maar dat is wel zo, als je op die positie staat, dan moet je gewoon constant naar voren. Dat zie je, hoe Ajax nu speelt, zie je ook dat eigenlijk Alvarez altijd achterblijft en Klaassen of Berghuis of Gravenberg, die gaan naar voren, die moeten goals maken. Iedereen die wat met Ajax heeft, snakt naar de Champions League. Voor het laatst speelde Ajax in de Champions League op 14 maart 2006 in de achtste finale. Het wordt Vertongen. Op Elhamdoui, Suarez. De hoek is lastig, maar hij maakt hem. En echt goed afgemaakt. Echt knap. Soleimani. Suarez, De Jong kan op Soleimani. Daar is Soleimani. En jawel. Mounir Elhamdoui schiet Ajax naar de Champions League. Dat kan haast niet meer misgaan. Mooie goal dit. Echt mooie goal. Top. Ja, dat we toen weer Champions League speelden, dat was voor Ajax ook natuurlijk mooi. Alle fans verwachten dat. En nu is het niet meer dan normaal dat ze Champions League spelen. Ja, het is normaal. Maar... Als je blijft 4 jaar met Ajax en je speelt niet Champions League, is het niet normaal. Nee. De hymne waar Ajax zo verlangend naar uitkeek de afgelopen jaren en die terug is in de arena. Ja, gewoon dit nummer horen en heel die sfeer van die wedstrijd, dat was wel echt heel mooi. Ik denk dat dit een van de beste wedstrijden in de Champions League dat ik heb gespeeld. De Fransen staan daar als een blok, maar hier worden ze opengereden. Het is een kans, die moet je eigenlijk met even zilveren, Lindgren. Zo ga je ze niet veel krijgen. Dan de Zeeuw, ja! Wat een doelpunt. Woe. En zo overrompelt Ajax in deze aanval Auxerre. Dat je eigenlijk echt Champions League speelt en je scoort dan zo'n goal eigenlijk al naar zo snel in de wedstrijd. Ja, dat was wel heel bijzonder om echt te scoren. Toen was de ontlading ook groot. Denk je dit is een van je best doelpunten dat je hebt gescoord? Ja, denk ik wel. Ik denk dat hier en eerst de paas assist geven, maar bal verliezen en toch gelijk weer doorgaan en scoren. En aannemer, tak, direct in de hoek. Kijk. Ja. Nee, maar dit is gewoon niet nadenken, gewoon schieten. Wauw. Het is een world class goal. Ja. Een soort goal van Paul Scholes, Gerrard. Of Afrika Cup. Kijk in hem, de val. Oh, rustig man. Waarom speel je altijd met die bandjes? Zweet. Nee. Gewoon mode. Nee. Fashion. Elke Cameroen speler speelt met een bandje. In de tijd elke Cameroen speler, Alex Song, Samuel Eto'o speelt ook met een bandje. Het is een beetje moed van de Cameroen-spelers. Ja, dit is volgens mij de andere goal. Ja. Geen kans. Ajax snel weg.
El Amdoui weggestuurd door Soleimani. Daar is Suarez. Suarez en 2-0. Wat een doelpunt. El Pistol. Mooi. Maar kijk de haakje. Ja. Dit is alleen Zidane dat doet zo'n haakje, man. Nee. Het kwam goed uit. Oh, Panna. Oeh, overtreding 1-0. Heel koud of niet? Ja. Je hebt je beentje vaak open, hè? Je moet zo'n netje tussen doen. Stekelenburg verkiest het te blijven staan. En dan heeft hij daar 1-0 als verlengstuk. Kijk, oh, 1-0 gered. Hij heeft 1-0 nodig. Well done, 1-0. Maar waar gaat ook alle doelpunten dat je hebt bij Ajax gescoord? Ja, een klassieke Ajax Feyenoord. Hoe was dit voor jou? Ja, heel mooi. Die wil je eigenlijk altijd spelen. En ja, ik was ook echt op gebrand om te winnen. En ja, dit is het doelpunt dat je de score moet. Ja, het mooie was hier ook dat we zeiden, je moet echt in de 16 komen. Dat ze bij Feyenoord juist een tactiek zeiden, let op, ze komen in de 16, zorg dat ze daar niet komen. Dat was je kracht, hè? Ja, en uiteindelijk lukte het me 1 keer en toen zat hij gelijk erin. Top. Dit is voor mij hier top. Ja, dat was mooi. Hetzelfde lopen achter de verdediger. Maar ja, Toby en Jan die konden super goed paas geven, dus het was altijd makkelijk. Ja. Suarez, daar is de Jong. Krijgt hij de bal onder controle? De Zeeuw, ja! Davy de Zeeuw. Hoe is het dit doelpunt te scoren in de Champions League in San Siro? Wat was dat gevoel, man? Ja, dat was een heel mooi gevoel. Ook omdat we toen al die week met Jol ontslagen was en de boer kwam. Ja. En dat er veel gezeur was. En als je ziet, volgens mij speelt Ronaldinho daar. Ja, was een echt top team, man. Ronaldinho, Seedorf, Nesta, Ibrahimovic. Het debuut van Frank de Boer als trainer is bijzonder goed uitgepakt. Dat zal smaken naar meer. Maar nu, je bent heel bezig met veel dingen. Denk je dat misschien in de toekomst kom je terug in voetballers en ik weet niet, teammanager? Nou, ik heb ooit gezegd dat ik heel graag een keer bij Ajax wel een functie zou willen, maar dat is nu nog te vroeg. Ik ben nog te jong, maar als ik later misschien wat ouder ben, dan lijkt me een commerciële functie wel leuk. Kijk, Demi, ik heb een top tijd gehad met jou. Heel bedankt voor je toekomst, voor je komst. En tot gauw, man. Jij ook bedankt. En ik zou eigenlijk nog wel 1 keer Michael Jackson willen horen.